Ik ben Barthélemy Fumiala. Ik ben 21 jaar oud. Ik ben afkomstig uit de wijk Rotterdam-Krooswijk, stad Rotterdam. En ik speel nu in het Slovaakse Partizan Bardejo. Ja, hier begon het eigenlijk voor mij allemaal. Gewoon een balletje kopen van 5 euro en dan gewoon tegen de muur aan schieten met links en rechts. En op een gegeven moment gewoon partijen. Weet je, we hadden niet echte goals of zo, dus we gebruikten een ijzeren hek. Een soort van houten hek als goals. En gingen we gewoon spelen 4 tegen 4, maakt niet uit, 5 tegen 5, was het gewoon heel druk. En ik was hier vaak met Ashraf El Bouchatoui, die is nu speler van Feyenoord. Zit momenteel gewoon met de selectie, ik was gewoon vroeger echt vaak met hem en met zijn broer. En het waren echt de jongens met wie ik echt veel tijdje heb doorgebracht. Als ik niet hoef te voetballen, train ik gewoon voor mezelf. Of ben ik gewoon bezig, kijk ik YouTube filmpjes van voorbeelden van mij. Dus ik ben wel altijd met voetbal bezig. En de buurt support mij ook gewoon. Ik vind gewoon, de oudere jongens zeggen altijd tegen mij van, ga door, weet je wat. Zo is het leven. Er komen ook gewoon, fucked up periodes eigenlijk. Horen er ook bij, maar het is gewoon hoe jij jezelf gewoon erin zet. Weet je, ga je ervoor of ben je iemand van oké, wanneer het lastig wordt, geef je op. En ik kies eigenlijk voor het doorgaan. Dat heeft mij ook eigenlijk gemaakt de persoon die ik gewoon nu ben. Nou zijn we aangekomen bij mijn oude basisschool, als Coromero school. Ik heb hier veel leuke momenten gehad en veel fucked up momenten gehad, om het zo te zeggen. Ik ga jullie gewoon een kijkje meegeven. Het is hier echt wel veranderd, zo om te zien. Weet je wat, destijds toen ik hier op school was het gewoon heel anders. Je ziet ook een panakooi daar. En die was er gewoon eerst niet. Dit was er ook bijvoorbeeld niet. De zandbak was er wel. Dus het is gewoon echt mijn school. Ik weet nog in groep 6. Destijds met Valentijn, ik was verliefd op een meisje. Maar ik kan haar naam niet, hè? Ik kan haar naam niet zeggen, maar... Ik was gewoon echt verliefd op haar, dus ik had gewoon op een briefje geschreven van ik hou van jou. Weet jij, zou je met mij willen trouwen? Weet je, en toen had ik dat blaadje gewoon op haar tafel neergelegd. Maar ze was weg. Dus ik had het snel op haar tafel neergelegd en toen kwam ze. Toen was dat blaadje, toen werd ze gewoon helemaal blij. Dus ik dacht op dat moment van, hè, zal ik gewoon mijn kans pakken of niet? Maar jammer genoeg had ik het gewoon niet gedaan, want ik was er nog niet echt ready voor destijds, weet je. Ik was nog niet echt ready voor meiden en zo destijds, maar nu wel gewoon. Sowieso, shout-out naar spelmakers. Shout-out naar Bart ook. Ik ken die man als een stoorbekker. Je heet zelf op het pleintje in de pauze en zo. Ouders zijn gevlucht uit Congo, omdat daar was gewoon een gekke burgeroorlog eigenlijk. Ik kwam op mijn 5e naar Nederland. Ik ben in Meppel geboren. Ik heb daar misschien een jaartje of zo gewoond. En toen kwam ik heel gauw naar Rotterdam. Mijn ouders waren wel toen al bezig in de asiel. Het was wel even strijden destijds gewoon. Maar ik heb wel echt zeker respect gewoon voor mijn ouders, weet je. Dat ze gewoon alles gewoon eraan hebben gedaan. Hier begon het gewoon allemaal voor mij als kleine jongen. Omdat ik het ook vroeger niet zo breed had, begon ik gewoon hier. Want dit was gewoon een club waar ik qua contributie gewoon makkelijk gewoon terecht kon. Dus het is eigenlijk een club waar veel allochtonen gewoon hebben gevoetbald. En hier zijn we gewoon dan, man. AOV, DSR. Dit zijn mijn oude trainers. Trainer Rashi, trainer Ron. Gewoon hoe vroeger was het toch? Jullie mogen het allemaal zo. Ik ben thuis. Ja. Goed, Bart ken ik al jaren natuurlijk. Hij heeft ons natuurlijk als trainers genoemd. Ik denk dat we niet alleen maar als trainer zijn voor hem, maar als tweede vader, familie, broer, noem maar op. We hebben hem goed begeleid. Ik moet ook zeggen van... Wij kennen hem van kleins af aan. Het is een jongen met heel veel wilskracht. Doet er alles aan. Vooral in deze tijd zie je toch heel veel jongeren die eigenlijk social media volgen of noem maar op andere dingen. Bij hem zie je toch dat hij toch heel veel heeft gegeven voor het voetbal. En ik moet zeggen, je ziet wat het hem teruggeeft. Ik ben heel trots op hem. Echt super blij. En ik kan altijd zeggen van, ik heb hem getraind, dus Bart, ik ben echt heel trots op je. Echt heel blij. En goed, nu is de beginstart. Ik heb het meegemaakt zelf ook als speler. Het is nog niet, maar dit is je beginstart. En
Zeker. Ja, ik hoop dat hij toch nog heel veel clubs krijgt, grote clubs. En zijn naam alleen maar bekend gaat worden in Nederland of misschien zelfs buitenland. Ik wens heel veel succes, man. Dankjewel. Ja. Ja, Bart. Ik kwam als klein jongetje vanuit de wijk van die is er bij de club moeten komen voetballen. En ja, in die tijd, de meeste jongens die, ja, die wilden alleen maar voetballen. En Bart was de eentje die die dag eigenlijk vanaf jonge leeftijd dat hij al gelijk eigenlijk bij Sparta en Feyenoord hoorde te voetballen. Dat hij daar al klaar voor was. Nou, Bart was er dan nooit. Want we moesten hem thuis brengen, we moesten hem ophalen. Versliep zich eigenlijk nog wel eens. Maar op een gegeven moment veranderde dat ineens. En hij zat hier eigenlijk, ja, in plaats van 3 dagen in de week, zat hij 5 dagen in de week. Hij wilde, ieder moment wilde hij hier voetballen en bezig zijn met maar 1 doel. Hij wilde gewoon de top bereiken. En ik heb altijd gezegd, Bart, het moment komt. En ja, zeker. Totdat hij me belde van, joh, Ron, het is zover. En ja, ik ben waanzinnig trots. En zoals de andere trainer ook al zei, een soort tweede vader voor hem. En dat waren voor veel kinderen, maar hij heeft het echt voor elkaar gekregen. En ik zal hem altijd in mijn hart blijven houden en blijven volgen. En hij gaat het maken. Waardeer ik echt. Dankjewel. Het uiterste gewoon uit je leven proberen te halen, weet je. Echt gewoon ervoor gaan. Als je gewoon een droom hebt, moet je hem gewoon achterna gaan, vind ik. Ook al hoe lastig het is, maar je komt er toch. Als je het graag wil, kom je dan, hoe dan ook. Dat is gewoon mijn mindset. Je hebt hier voetballen ook gewoon veel talent en heel veel talent hebben hier rondgelopen. Onder andere Robin van Persie heeft hier ook gevoetbald. Ja, iedereen kent hem wel natuurlijk. Dus ja, er zijn en Denzel Hall, Ashraf El Bouchatoui. Zijn allemaal gewoon, ja, die spelen nu gewoon bij Feyenoord. Zo zie je maar dat hier ook gewoon veel talent in de maak zijn. En ja, door deze trainers ben ik ook gewoon de persoon die ik gewoon nu ben. En ja, ze krijgen ook gewoon altijd extra tips van ze. Wat ik gewoon het beste kan doen om het nog verder te schoppen. Dus ik heb nog ook dagelijks altijd contact met ze. We zijn nu gewoon aangekomen in Kralingen. Dat is ook een andere wijk, maar het hoort toch bij Krooswijk. Het heet ook deelgemeente Kralingen-Krooswijk. En nu zijn we gewoon bij MC. Het is gewoon een, ik zie hem gewoon als echt een belangrijk schakel in mijn carrière geweest eigenlijk. Het is altijd degene die me ook echt zeker heeft gemotiveerd het beste uit mezelf te halen. Weet je, in moeilijke tijden en in goede tijden. Hij trainde me ook gewoon altijd, bijvoorbeeld hier achter het Kralingse bos. Ging ik destijds gewoon vaak joggen met hem. Weet je, met gewicht om mijn enkels. Toch op mijn voet, joggen. En dan ging hij gewoon, gewoon op zijn brommer. Met ons mee. Nou, Bart, die heb ik leren kennen op straat. Ik voelde morele verantwoordelijkheid. Om de jongens op te zoeken in de straat met mijn scootertje of met mijn fiets. En ik heb altijd een bal bij me en ik was altijd op zoek naar talenten in de buurt. En in Rotterdamse straten. En ik wist dat er altijd talenten waren, maar dat ze gemotiveerd moesten raken. En dat sommigen er bovenop uitsteken dan de rest, maar dat ze nog niet bewust waren van hun eigen kunnen. En hun kwaliteiten, hun intelligentie. En als ik dan eentje tegenkwam, zoals Bart van Muela, hij stak boven iedereen uit. Ik zag aan zijn techniek en behandelingen van de bal. En als teamspeler, toen ik dat zag, dan stap ik op zo'n jongen af. En dan vraag ik van of hij op voetbal zit. En als hij niet op voetbal zit, dan ga ik naar zijn ouders van die jongen. En toevallig was het Bart. En die voetbalde ook ergens. En ik vroeg aan hem om hem te motiveren. Want de beste trainers zijn motivators. Ik heb geen diploma's of zo. Maar ik heb veel aanleg om talent te herkennen en te zien. En te motiveren. En hij stond daarvoor open. Met andere jongens nog uit de buurt. En zo is die band met ons ontstaan. En heb ik hem gemotiveerd om door te zetten. Om in zichzelf te geloven. In zijn eigen kunnen. En ik heb daar grote stappen gemaakt. En dat vond ik heel knap van hem. En de sleutel voor het succes is eigenlijk dat je in jezelf moet geloven om je doel te kunnen bereiken.
ik train gewoon hard, weet je, zodat ja, niemand gewoon eigenlijk om me heen kan. Dat is gewoon de doelstelling die ik gewoon altijd heb. Ik moet altijd gewoon de bovenuit steken. Ik moet gewoon altijd gewoon alles 100% doen. Weet je, ik kan niet bijvoorbeeld op een training 70% geven. Dat werkt gewoon niet. Dat is altijd gewoon 100%, ja. En door na de trainingen nodig ik ze altijd uit met die andere jongens. Maar nu heb ik het over Bart van Meerle. Dan komen ze altijd bij mij thuis. Dan legde ik altijd een pen en een schrift neer. Zodat ze die trainingen, wat ze hebben getraind, waar ze op hebben getraind, wat goed ging en wat niet goed ging. En dan gaan de weken, maanden, jaren gaan dan voorbij. En dan blijft dat erin. Dan onthoud je dat als het ware. 18 augustus 2015 trainingen. Positiespel, perfect. Voorzetten, perfect. Partijen, supergoed. En daar is hij heel goed in gegroeid. Dus mijn advies is eigenlijk aan talenten om elke wedstrijd en elke trainingen te evalueren. En kleine moeite, maar dat is heel waardevol. En dan maak ik ze eten voor ze klaar en dan kwamen ze bij mij. En dan na het eten gingen we praten over de trainingen, wat voldoende ging, wat onvoldoende is, wat slecht ging. En dat bewaar je dan. En dan kun je altijd nog op terugkomen. Maar als je gaat trainen en je evalueert niks, dan groei je ook niet als sporter en ook niet als voetballer. En dat is eigenlijk de kunst van het voetbal, van de sport. Kijk, mijn sport is eigenlijk tafeltennissen. Maar het is dezelfde technieken. Voorhand is met je voet. Schiet je bal met je voet. Voorhand. Backhand is buitenkant met je voet. En reflexen. Mijn advies ook, was ook aan hun om te tafeltennissen. Dan train je als het ware je reflexen. Mensen denken van, hè, voetbal, dit glamour, dit, dat. Mensen kijken gewoon, ja, niet naar het totaalplaatje, laat me het gewoon zo zeggen. Mensen zien alleen van buiten wat er gebeurt, weet je. Maar mensen zien niet van binnen. Het is hard werken. Het is gewoon, weet je, knokken voor je plek. Thuis met twee gevoelens zitten. Weet je, ik heb ook gewoon in de jeugd gehad dat ik soms gewoon huilend thuis kom. Dat ik gewoon niet had gespeeld, weet je. Dat heb ik ook gewoon vaak gehad. Daar ben ik ook gewoon eerlijk in. Maar het heeft mij alleen gewoon sterker en sterker gemaakt. Het maakt me ook alleen maar sterker. Bijvoorbeeld als ik nu een paar wedstrijden niet zal spelen. Dan weet ik van, oké, ik doe iets niet goed. Mijn concurrent doet wel iets wat ik zelf niet doe, dus ik moet dan twee keer zo hard werken om wel in de basis bijvoorbeeld te komen. Wil jij een kans maken op dit gesigneerde shirt voor mij? En de gesigneerde schoenen van Fumuyala? Volg dan Spelmakers op Instagram en ja, de overige informatie zie je hieronder in de beschrijving. Ciao. Ciao.